Talien Melkonian, estateplanner bij de Groep Peterkam. Welkom in onze studio. Vandaag gaan we het met jou hebben over Belgen die willen verhuizen naar Frankrijk. Nu, Frankrijk werd hier wel eens gezien als een soort fiscale hel voor vermogende Belgen. Maar onder impuls van de Franse president Macron is daar de afgelopen jaren wel een en ander veranderd, hè? Wat is er sinds 2018 aangepast aan de fiscaliteit? Dus sinds 2018 is eigenlijk het leven veel interessanter, het fiscaal leven, laat ons zeggen, veel interessanter in Frankrijk. Want er zijn voornamelijk twee grote veranderingen geweest sinds 2018. Om te beginnen zijn alle financiële inkomsten meerwaarde nu aan 30% belast. Plus in sommige gevallen een speciale tax van 3 à 4%. En wat er ook een heel belangrijke verandering is voor ons in Frankrijk, is dat het vermogensbelasting is ook helemaal veranderd. Want oorspronkelijk was je dus belast op al je vermogen en nu ben je uitzonderlijk belast op je onroerend vermogen. Belgen die nu in Frankrijk willen gaan wonen, waar moeten die specifiek op letten? Die moeten toch op een aantal dingen opletten, want je komt toch echt van een systeem, van een fiscaal systeem naar een ander fiscaal systeem. En elk fiscaal systeem heeft zijn autonomie. En dus elk fiscaal systeem beslist om iets meer te belasten dan iets anders. Nu, in Frankrijk zijn er toch een aantal dingen die meer belast worden dan in België. Gelijk erfenisrecht, gelijk meerwaarde dat niet belast wordt. Dus het is toch altijd heel interessant om op voorhand toch een goed advies te hebben en echt te zien hoe dat je vermogen georganiseerd is, hoe dat je familie georganiseerd is, om te zien dat je dat echt dat je alle punten kan bezien voordat je in Frankrijk komt. Zijn daar veel formaliteiten aan verbonden ook? Moet er veel geregeld worden door de bank? Dus de formaliteiten, je hebt de administratieve formaliteiten, dus langs de Belgische kant moet je wel de belastingen laten weten dat je gaat verhuizen. Langs de Franse kant is het eigenlijk heel soepel, maar wij raden toch serieus aan om ook de Franse belastingdienst te verwittigen dat je in Frankrijk gaat komen wonen. Maar vooral, we raden ook aan dat je met je bank je project gaat bespreken. Waarom? Omdat de belastingen zijn echt verschillend van een land naar een ander, en dus van België naar Frankrijk. En je moet dan zeker zijn dat je Belgische bank u kan begeleiden met uw installatie in Frankrijk. En dat je dan bijvoorbeeld de goede documenten kan krijgen om nadien uw belastinginkomsten in te voeren. Ja, want een van de dingen waar we specifiek op moeten letten, dat is het Franse systeem van meerwaardebelasting. Dat kennen we in België niet, hè? Ja, dat is daarom dat we er speciaal op moeten letten, want inderdaad, we kennen dat niet in België en in Frankrijk zijn we dat dus natuurlijk gewoon. Wat is een meerwaardebelasting? Dat wil zeggen dat je op elke actie of obligatie dat je gaat verkopen, als je dan een meerwaarde hebt, dan word je belast op die meerwaarde aan 30%. Nu, om die meerwaarde te kunnen berekenen, moet je dan natuurlijk de aankomstprijs kennen en de verkoopprijs. En dus ja, je moet dan met een bank werken die in staat is om je een uittreksel te geven en om je die meerwaarde jaarlijks te kunnen verrekenen. Talien, laat het ons dan eens hebben over vastgoed. Ook daar zijn er een aantal belastingen en dat kan wel eens tricky zijn, bijvoorbeeld wanneer er wordt gewerkt met een constructie tussen naakte eigendom en vruchtgebruik. Ja, natuurlijk, want je zit dan in een situatie waar dat het onroerend goed in een land zit, in ons geval bijvoorbeeld Frankrijk, en waar dat je dus een vruchtgebruiker hebt die ook in Frankrijk zou zitten, en de kinderen, dus die het blote eigendom hebben, die dan in België zitten. En dus dan heb je zo'n situatie die soms moeilijk kan zijn, want sommige mensen hangen af van de Belgische belastingen, andere mensen hangen af van de Franse belastingen. En bijvoorbeeld als je dan meerwaarde zou hebben op het huis, op het verkoop of ten aanzien van de vermogensbelasting, kan je dan een aantal vragen hebben. Wat je daar vertelt is dat er dus effectief problemen kunnen zijn voor kinderen die dan bijvoorbeeld met een belasting geconfronteerd worden die ze niet kunnen betalen. Anderzijds moeten we het ook wel over schenkingsrechten hebben, want die liggen in Frankrijk hoger dan bij ons, hè? Ja, dus die liggen hoger dan in België. Die liggen aan 45% voor in de rechte lijn. Als we een schenking hebben van meer dan 1,8 miljoen euro. En we hebben dan natuurlijk middelen om dat een beetje te beperken. Maar het echte probleem is dat er tussen Frankrijk en België geen dubbel belastingsverdrag is. En dan kan je soms in een heel tricky situatie zitten dat je sowieso belastingen gaat moeten betalen in België en in Frankrijk. Dus dat zijn wel echt punten dat we altijd moeten bekijken met uw adviseurs. Talien, we hebben het over een aantal aandachtspunten gehad, maar ik kan mij voorstellen dat Frankrijk ook wel een aantal gunstmaatregelen heeft of interessante maatregelen voor mensen die zich daar vestigen. Ja, om te beginnen
natuurlijk het weer en de wijn. Maar ja, ik veronderstel dat dat uw vraag niet is. Dus ja, er zijn een aantal voordelen, fiscale voordelen ten opzichte van België. Bijvoorbeeld, de inkomsten van uw werk worden minder belast in Frankrijk dan in België. En dan specifiek voor een persoon die zich zou installeren voor professionele redenen in Frankrijk, die hebben echt zo'n speciaal impatregime, dat noemt zo'n impatregime. En dus die worden gedurende een vijftal jaren niet belast op 50% van uw inkomsten, hetgeen dat echt heel interessant is. En dan ook voor een persoon die zich zou installeren in Frankrijk, die wordt niet belast op de onroerende goederen dat hem zou hebben buiten Frankrijk gedurende de 5 eerste jaren van zijn installatie. Eigenlijk, wat is jouw laatste advies aan onze kijker? Iemand die echt interesse heeft om in Frankrijk te komen wonen, wat moet die eerst doen? Die moet echt op voorhand contact nemen met een persoon die de situatie, de fiscale, Belgische en Franse kaders heel goed kent, om echt zijn vermogen te analyseren, zijn familiale situatie en om de goede beslissingen te nemen op voorhand. Darien, heel erg bedankt voor jouw toelichting. Bedankt, Bjorn.